de projecten die meegaan naar 2022. Het zijn er heel wat. Maar ik heb dit jaar 20 projecten weten af te ronden. Dus ik ga ervan uit dat ik hier ook weer een heel aantal van kan afronden. We hebben tenslotte een heel jaar de tijd. Ik heb mijn luxe spinwolletjes er ook even bij gepakt. Zoals je ziet is het merendeel van wolreinheid. Ik heb er hier nog eentje liggen. Die is van Dutch Wool Diva. Die heb ik in Zwolle op de Breidagen gekocht. Samen met nog een bed. Het merendeel is merino. Ofwel met tusa zijde. Of met bamboe. Of het is gewoon een hele fijne micron. Deze heeft bijvoorbeeld 18 micron. Dus dat kun je heel dun spinnen. En dit is een BFL, geloof ik. Ja, het is een BFL met lyocell. En even kijken, dit is ook een 18 micron merino. En dit is weer een merino met tusa zijde. Dus zoals je ziet, wordt 2022 in ieder geval erg kleurrijk. Jullie hebben net een totaalbeeld gezien van alle projecten die meegaan naar 2022. En ik ga ze nog even met jullie doornemen. Ik doe het in willekeurige volgorde. Om te beginnen uit het boek Viking Knits Asians Ornaments. Dat boek heb ik gekocht op de Breidagen in Zwolle vorig jaar. Daar heb ik een schruk uitgehaald. Daar ben ik al middels mee begonnen. En het wolletje is een Silky Wool van Elsebet Lavold. En dat is 45% wol, 35% zijde en 20% nylon. Heel lekker wolletje. En dit is het begin. Dit is de voorkant. Dus dat is het begin eigenlijk van de mouw. En dan ga je eigenlijk zo verder door tot de rug. En dan aan de andere kant weer een mouw. En dan komt er nog een boordje aan. En dan is die klaar. Heel leuk om te doen. En in het boek staan allemaal patronen met die kabels. En ik kan het boek niet echt laten zien, want dan stuit ik elke keer op een stuk van een patroon. Maar er wordt ook uitgelegd ja, waar het vandaan komt, wat de betekenis is. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Het is ook een heel leuk boek om door te lezen. Over deze drie tasjes kan ik heel kort zijn. Dat zijn de geheime projecten. Daar kan ik op dit moment niks van laten zien en niks over vertellen. Maar die komen geheid een keer in een ander vlog aan bod. Ik heb hier de verzameling projecten liggen die ik in 2022 wil gaan starten. En ik neem ze even één voor één met jullie door. Om te beginnen heb ik hier Gobi Argali Wol. Die heb ik vorig jaar tijdens de Tour de Vlies gesponnen. Dat is van een speciaal schapenras uit Mongolië. Heel zacht, echt super, super zacht. Zachter kan bijna niet. En ik wil ik denk ik iets van een koolsjaal van maken. Dan heb ik hier zelf gesponnen merino bamboe. Dat is lontwol, die heb ik bij Wolmantra vandaan. Een Duitse garen- en lontwolverfster. En daar wil ik graag een Twinkle Twinkle cardigan van maken. Daar heb ik dus al die regenboogversie van gemaakt. En ik heb er eentje met merino en kitsilk gemaakt. Een heel makkelijk raglan patroon. Dus ik denk, nou, daar past deze wol prima bij. Dan heb ik van Mary Wallen de British Breeds Giftbox. Daar heb ik al een tijdje in mijn bezit, maar nog steeds niks mee gedaan. Dus voor 2022 staat die op de planning. Daar ga ik deze sjaal van maken. Patroonboekje.
En alle wolletjes die je daarvoor nodig hebt, die zitten in de doos. Dan heb ik nog een pakketje, dat heb ik ook al een tijdje in mijn bezit. Ook nog steeds niet aan toegekomen. Dat is de Royal Delft Jacket van Sitsel Hoivink. Er zit alles in, het gebruikte garen. Zelfs de knoopjes zitten erbij. Dus die staat ook op de planning. Dan heb ik hier garen van Butje bij. Dat is ook een Duitse garen en lontwolverfster. Zij verft op plantaardige basis. En het garen, dat is Turin. 60% wol, 20% merami en 20% zijde. Voelt heel zacht. Voelt het aan. En daar wil ik graag de Twin Bridges sweater mee maken. Dat is een vest. En ik ga die doen in dit kleurverloop. Even uitpuzzelen wat op welke plaats moet. Maar daar komen we vast wel uit. Zo, even wat ruimte gemaakt. Ik heb hier nog een tasje. Daar zit een compleet bereidpakket in. En dat is het pakket van de Nordic Rose. Een Veral sjaal. Dus die staat ook nog op de planning voor 2022. Bolletjes zitten er allemaal al opgekeekt in. Dus eigenlijk klaar om mee te beginnen. En ik heb hier nog een box. Daar heb ik de Holst Garn in. Allemaal verschillende kleurtjes. En die heb ik zo gekocht omdat ik de winter wedding coat wil gaan maken. Dat is een lange, veraal, dubbelgebreide jas, zeg maar. Ik had al een proeflapje gemaakt. Dat betekent dat je dus aan één kant en aan de andere kant eigenlijk hetzelfde hebt. En dan in veraal motieven. Ik zal nog een plaatje ervan invoegen. Er is ook ontzettend veel zin in. Allemaal heerlijke kleurtjes. Dus het is alleen nog even bekijken wanneer we daarmee aan de slag gaan. Naast het spinnen van de luxe wolletjes wil ik me ook nog bezighouden met een soort lexicon te maken. Ik ben al daarmee begonnen. Maar op een gegeven moment is het toch een beetje in de vergetelheid geraakt. Weinig tijd gehad. En ik heb dus hier allemaal proefstukjes van verschillende wolletjes. Bijvoorbeeld de eiderwollen. Toevallig hier ook nog de Lincoln. Die ik ook bij Vrouwtje in de adventskalender had zitten. Cheviot. Falklandwollen. Van alles eigenlijk. Hier heb ik er ook nog. Er zitten zelfs van de kalender van vorig jaar, van Das Wolfsjaar, hier nog een stukje linnen. Hier is nog puur zijde. Ja, dat is wel heel lastig om dat zo te spinnen. Dus wellicht dat ik dat een keer met een ander wolletje samen ga kaarden. Dit is ook nog iets. Katoen is dit, geloof ik. En voor de rest zitten er nog heel veel andere wolletjes in. Babykameel met merino. Rambouillet. Kit mohair. Allemaal proefstukjes van diverse wolletjes. En dan ben ik dus van plan om dat te gaan spinnen. En ik zal zo meteen nog even invoegen wat ik er al mee had gedaan. Hier de verzameling van het lexicon van vezels, fazern en fiber. Ik heb hierin alle wolletjes die ik alles ooit gesponnen heb. Dan heb je aan de ene kant het wolletje, hoeveel gram ik had, hoeveel meter het geworden is. Nou, tweedraads getwijnd. En hierachter heb ik dan nog een stukje van het draadje gedaan. En deze wolletjes die zitten dus allemaal in die poncho die ik tijdens mijn vlogmas ook heb laten zien. Dus dat is alle soorten. Hier hebben we nog andere wolletjes. En daar komen dus ook al die andere
bij, die ik dus net liet zien in die boxen. Dan heb ik hier een boekje, daar heb ik dan het uitgeschreven. Nou, dit gaat over het Jacobsgaaf, even de belangrijke kenmerken. Nou, hier moet ik nog wat foto's van toevoegen. Vervolgens een proeflapje gebreid. Een proeflapje geveven met zoomloom. Dan heb ik hier nog de Coburger Fuchs. Nou ja, daar is nog geen verwerking van geweest. Want die ligt hier. Dus die is wel gesponnen. Maar die wacht dus nog steeds sinds... Kijken. Maart vorig jaar op verwerking. Dus eigenlijk vanaf maart heb ik er weinig meer mee gedaan. Dus dat wil ik in ieder geval weer gaan oppakken. Zodat dat ook gevuld gaat worden. Een volgend project. Dat is de Slipstravaganza van Steven West. Ik heb in 2020 meegedaan met de Mystery Knit Along. Maar ik ben op een gegeven moment gestopt. Omdat ik er eigenlijk niet zoveel zin meer in had. Ik wilde er steeds meer steken. Dus ik heb hem op een gegeven moment gewoon weggelegd. Niet meer aan gedacht. Toen kwam ik hem laatst tegen. En toen dacht ik, ja weet je, eigenlijk is het gewoon heel zonde. Om die helemaal uit te gaan halen. Het effect is eigenlijk wel heel mooi. Dus ik heb hem weer een beetje in beeld gebracht. Zodat ik hem wellicht af kan maken dit jaar. Ik maak hem met Holstgarn. Die is super soft. Die voelt nu nog een beetje ruw aan. Maar zodra die gewassen wordt, dan is die weer wat soepeler. En dan wordt het ook wat voller. Dus ik ben ook benieuwd naar het eindresultaat. Dan een volgend project. Die zit in dit tasje. Een tasje van Steekjes en Zo, van Liane. Een Zeeuwse tas. Ze had op een gegeven moment op Instagram had zij Zeeuwse stofjes. En ja, ik heb natuurlijk Zeeuwse roots. Mijn vader en moeder komen allebei uit Zeeland. Ik had zoiets van, ja, ik moet gewoon zo'n Zeeuws tasje hebben. En om dan niet alleen bij het Zeeuws tasje te blijven, heb ik ook een Zeeuwse sjaal opgezet vorig jaar. Even kijken of ik die eruit wil. Zo. En dat wordt dit. Ik heb nu ongeveer, nou wat is het, 8 centimeter gebreid. Er moet natuurlijk nog een flink stuk aan. Maar het wordt wel erg mooi en het is ook erg leuk om te doen. De ronde is eigenlijk niet zo lang. Dus je bent elke keer weer opnieuw bij de volgende toer. En ook weer nieuwe steekjes. Ik brei hem met de Regia Premium. En dan de Silk 4 Ply. Heel lekker zacht wolletje. En de Soja van Mile & Wide Lana Grossa. Dus die twee samen vormen dan uiteindelijk, als het goed is, een mooie Zeeuwse sjaal. Een ander project wat al een tijdje op de naalden staat is van Marie Wallen. De Verhaal Club nummer 6. En die was ik in 2020 begonnen. Zoals je ziet heb ik daar nog niet zo heel veel aan gedaan. Op een gegeven moment leg ik dat toch weg, omdat je... Ja, je moet daar zo goed bij opletten, want voor je het weet heb je gewoon een steek gemist of een steek te veel of nou ja, noem maar op. Ik wil wel heel graag het vest hebben, dus ik heb toch mijn motivatie weer een beetje aangezet om ook dit vest af te gaan maken. Dat wordt in ieder geval gebreid in haar eigen wol, de Bridge Breeds. Ik heb hier nog een hele zak vol. Dit was het proeflapje wat we moesten breien. Nou ja, het geeft op zich natuurlijk wel een heel mooi resultaat. Dus ja. Hij moet gewoon dit jaar af. Ik zeg het maar vast. Maar ja, ik heb nog 365 dagen. Dan hier een project wat ik maak met Langyarns Jawol.
Ik zal hem er even uitpakken. Het is de Nordic Wrap. En dat is een sjaal die je uiteindelijk, als die klaar is, je breidt hem helemaal eigenlijk in het rond. En zodra die klaar is, dan knip je hier de steek open. En dan zoom je de rand naar binnen toe. En dan heb je eigenlijk gewoon een brede sjaal. Alle kleurtjes zitten er volgens mij nu in bijna. Ja, de roze is de laatste. En dan begin ik weer hier onderaan met de paarse. Dan komt er weer een donkerblauwe, lichtblauw, groen, geel, oranje, rood. En dan weer roze. En dat gaat nog twee keer zich herhalen. En dan is die klaar. Op zich een vrij simpel onthoudbaar patroon. Dus dan elke keer komt er, is dit het stukje wat zich continu herhaalt. Dus je hebt dit stuk en dan vervolgens komt dat stukje dus nog een keer. Dus eigenlijk, ja, niet zo'n moeilijk werkje. Dus ik hoop ook dat deze dit jaar af gaat komen. Ook weer te zonde om uit te halen. Dan heb ik hier nog een box staan. Die is wat groter. Zit er wat grotere bolle wol in. Even kijken. Ik moet even het patroon eruit halen. En dat is de Makkum sjaal. En die heb ik bij Koperdraadje gekocht. En ik zal even laten zien hoe ver ik daarmee ben. Even zien. Ja. Dat is dit. Het is dus een grote omslagdoek. Ook weer met een steek. Dus dat betekent ook hier weer aan het eind straks gaan knippen. En dan de rand omzomen. En eigenlijk ook wel weer hartstikke mooi patroon. Dus ja, ook weer zonde om uit te halen. Dus ik vind dat ik van mezelf dat gewoon af moet gaan maken. Dus ook deze komt weer wat meer in mijn zicht. Zodat ik hem er weer eens bij kan pakken. Die worden gebreid met, even kijken, Borgo di Pazzi. De Amore 160. Heel fijn wolletje, heel zacht. En dan in de kleurtjes zoals ze hier voorkomen. Dus dat is ook weer een project wat af moet. Maar we zijn er nog niet. Ik ga er nog een paar pakken. Naast de breiprojecten heb ik ook nog twee haakprojecten. Die liggen ook al een tijdje. En dat is de Nordic Tiles. En dat zijn vierkanten die je moet haken. Verschillende kleuren. Zoals je ziet heb ik van deze drie al vier lappen gemaakt. En die worden dan aan elkaar gezet. Ik heb nog een aantal te gaan. Dit zijn alle kleurtjes die daarbij horen. Dus zoals je ziet kan ik ook nog met paars het een en ander maken. Hier nog een donker paars. Dus dat is ook eigenlijk een project. Ja, weet je, je hebt al zoveel van die lapjes gemaakt. Ik vind eigenlijk wel dat ik hem gewoon af moet maken. Dus ik ben dit jaar toch wel streng voor mezelf. Eerst maar eens wat afmaken. Dus deze staat ook op de planning. Dan heb ik nog een project en die ligt er ook al een tijdje, maar ook weer zonde om uit te halen, weg te doen. En dat is de Nuts About Squares. Daar heb ik hier al een aantal vierkanten van afgemaakt. Even kijken, ik heb er nog meer. Even kijken. Wat zijn deze? Allemaal verschillende. Die moeten dan ook aan elkaar vastgemaakt worden. Dus dit is eigenlijk hetzelfde patroon, alleen dan in verschillende kleurstellingen. Deze.
Weer met die rondjes aan de binnenkant. Ook erg leuk. Dus ja, zoals je ziet is dat gewoon zonde om niet af te maken. De doos zit vol met wolletjes nog. Dus ja, ook weer afmaken. Ik denk dat dat mijn woord van 2022 wordt. Afmaken. Lijkt me een hele goeie. Ben benieuwd hoe lang ik dat volhoud. Dan heb ik nog de projecten van de adventskalenders. Daar zal ik ook nog eventjes een update van laten zien. En dan heb ik het denk ik wel allemaal gehad. Ik ga ze er even bij pakken. En ik wil beginnen met die van Vrouwtje. Ik heb de laatste twee wolletjes heb ik inmiddels ook gesponnen. Dit was dag 23. Het was een BFL. Ook een heel zacht, mooi draadje geworden. En deze, met al die felle kleurtjes, dat was een bed. En daar heb ik in tweeën heb ik die gesplitst, alle kleurtjes apart gedaan. En toen in tweeën gesplitst en daarna heb ik ze tweedraads getwijnd, zodat de kleuren een beetje bij elkaar blijven. Ook een erg mooi draadje. Nou, hier ga ik dus een weefproject van maken. Ik ben nog steeds aan het denken wat. Ik heb al hier en daar wat ideeën. Dus die komt in ieder geval in de volgende vlog wel voorbij. Dan heb ik de wolletjes van mijn wolvee. Die zitten allemaal nog hier in het mandje. Ik had inmiddels ook dit tasje. Want ik vind gewoon, kerst is voorbij. Maar het kerstproject zit er gewoon nog in. En dat blijft er gewoon net zo lang in zitten. Totdat of het niet meer past. Of dat die af is. En dat is de Triangulum Blanket. Van Craft House Magic. Even een beetje ruimte maken. Dan zal ik hem eens uitleggen. Ik heb er inmiddels weer een paar vierkantjes of driehoekjes bij gedaan. Hier de paarse. Was van het eerste kleurtje wat ik kreeg. En inmiddels ook hier weer eentje aan. Het wordt wel een heel erg leuk effect zo. Ik denk dat ik hem, als die klaar is, heel licht ga blokken. Zodat je toch een beetje dat 3D effect krijgt. Het is wel leuk als dat straks ergens op een bank of op de stoel ligt. Dus. Maar dat is gewoon lekker een projectje voor tussendoor. Dan heb ik nog, even kijken, waar heb ik die gelaten? Zit die hierin? Nee. Volgens mij heb ik hem hierin gestopt. Tasje ook weer van steekjes en zo. Heel erg leuk tasje. Even spieken, is dat hem? Nee, dat is hem niet. Maar dat is een ander project wat ik maak met restjes. Die hebben je misschien vast wel eens op Instagram voorbij zien komen. Dat is die Giant Square Blanket met allemaal restjes. In principe doe ik dan de restjes die ik van Atelier Het Wolbeest, waar ik mijn sjaal van gemaakt heb. En daar ben ik dus nu ook de andere deken mee gestart. De Mathematician Blanket. Die zal ik zo laten zien. Ik dacht dat die in dit tasje zat, maar dat is dus niet zo. Maar daar maak ik ook van die hexagons van. En het kleinste restje wat ik dan nog over heb, dat gaat in deze. Zoals je ziet heb ik hier eigenlijk maar één toertje. Met dat blauwe. En hier heb ik een deel van het andere. Dus ik heb eigenlijk al twee van die andere deken af. En het allerlaatste restje, dat gaat gewoon in deze. Dus we maken echt al het garen op. Dan nog eventjes naar die andere deken. Die zit hierin. Even kijken. Ja. En dat zijn van die hexagons. En dan komen er gewoon een stel naast elkaar.
Je kunt nou natuurlijk lastig zien omdat het nog niet geblokt is. En dan ga je eigenlijk helemaal rond. Ik heb ook alle bolletjes hier in het potje staan. Ik heb ze allemaal een steekmarkeerder gegeven. En daar heb ik foto's van gemaakt, zodat ik weet welke kleur er wanneer aan de beurt is. Om toch een beetje volgorde te houden. Van deze maak je eerst een cirkel. Dat doe ik met alle blauwtinten. En daarna komt er nog een cirkel omheen. En die doe ik dan met al die bruintinten. En vervolgens komt er nog een rand omheen. En dat moet dan met één grote streng. Maar ik ga eerst zorgen dat de bolletjes allemaal in de deken zitten. En dan kan ik eens goed kijken welke kleur er dan nog omheen past. Want ik heb natuurlijk ook nog een heleboel voorraad. Dus ja, dat zijn eigenlijk alle projecten waar ik nu mee bezig ben en mee bezig ga in 2022. Oh, dan vergeet ik er nog één. Ik heb natuurlijk nog die Redfund cardigan, die ik dus maak van de wolletjes van Wolreinheid. Die zal ik in de volgende vlog laten zien. Ik ben inmiddels bij dag 12 die ik moet gaan spinnen, dus daar zit ik bijna op de helft. Maar dat is nou op dit moment niet noemenswaardig om te laten zien. Maar die komt zeker in de volgende vlog voorbij.